basketbal heeft Houthalen gisteravond met 88-91 verloren van Pepinster. Door die nederlaag kan Houthalen zijn playoff-ambities nu wel definitief opbergen. Op 6 speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat Houthalen op de 11e plaats, vlak voor het op 2 na laatste Bree. Winst tegen Pepinster zou Houthalen tot op 2 punten van een play-off plaats brengen. Maar de bezoekers gaan sterk van start. Row lukt hier via het bord een korf waardoor het 0-7 staat. Wat Row kan, kan ik ook, denkt Jamie Arnold. En de Houthalense Amerikaan schudt even later een 3-punter via het bord uit zijn mouw. Voor zijn ploegmaat het start zijn om ook hun kanon boven te halen. Via een race 3-punters van onder meer Valera en even later ook Akkermans stelt Houthalen orde op zaken. Meer zelfs, het loopt uit tot 24-15. De bezoekende mascotte wordt er niet goed van. Maar bij Pepinster loopt de beste Amerikaan uit de Belgische competitie rond. En dat heeft Houthalen geweten. Louis Rowe, zo heet hij, brengt Pepinster in zijn eentje terug tot bij en zelfs voorbij Houthalen. 44-45 is de ruststand. Geen nood, want Houthalen gaat in de tweede helft goed van start. Valera, bezig aan een sterke partij, geeft zijn ploeg met een 3-punter opnieuw wat ademruimte. Maar Rowe, in de eerste 20 minuten goed voor 20 punten, doet er na de rust nog eens 25 bij en die worden Houthalen fataal. De thuisploeg raakt nooit meer tot bij Pepinster. En als ook nog eens de bal dwars gaat liggen, is het duidelijk dat Houthalen de zegen wel kan vergeten. Het publiek wordt er stil van, terwijl Rowe gewoon verder gaat met zijn one-man show. Shots, 3-punters en dunken, hij kan het allemaal. Een hardwerkend Houthalen komt nog wel enkele keren terug tot op 3 punten van de Walen. Hier lukt Akkermans een korf. Maar Pepinster controleert het spel en wint uiteindelijk met 88-91. Houthalen kan de play-offs nu wel vergeten, zodat het bestuur het volgende seizoen al mag voorbereiden.